Thomas, de laatste twee wedstrijden gescoord. Dat moet een lekker gevoel geven. Ja, zeker. Alleen ik had liever 6 punten gehad in plaats van 4. Maar voor mij is het wel lekker om er even hopelijk een race neer te zetten. Ja. Zit de oude Thomas Weijter er een beetje aan te komen? Ja, weet je niet. Vorig jaar was het natuurlijk, liep het op een gegeven moment echt allemaal automatisch. En daar moeten we dit jaar nog in zien te komen. Maar dat ik me steeds beter ga voelen, dat is zeker zo. Ik ben natuurlijk even weg geweest met een blessure 6 weken. En ik ben redelijk in het diepe gesprongen gelijk. Om gelijk aan te haken bij de groep. Eigenlijk gelijk vanaf het begin. En ja, nu speel ik op een gegeven moment al 3 wedstrijden in de week. Dus ik moet nog wel even wat aan de fysiekheid doen. Maar daar ben ik al mee bezig elke dag. Het feit dat een Boy er weer bij is, dat moet je ook helpen. Ja, 100%. Maar Boy die speelt nu in het centrum, wat hij ook prima heeft ingevuld. Maar zonder staat hij, of het morgenavond staat hij weer linksback. Ja, als het goed is wel inderdaad. Ja, dus dat is lekker. En hopelijk kunnen we er weer gebruik van maken. Nog geen 2 maanden, dik 2 maanden geleden eigenlijk hier thuis tegen VVV. Toen gingen jullie alsnog verschut met 2-3. Wat kan je nog herinneren van die wedstrijd? Ja, dat het gewoon een hele stugge ploeg is. Die in een formatie speelt wat niet heel gangbaar is eigenlijk. Ze proberen steeds vierkantjes te creëren, ook met de buitenkanten naar binnen. En opkomende backs. Dus dat we daar aan de bak moeten, dat is zeker. Vorig jaar hebben we daar een hele mooie wedstrijd neergezet. En daar hoop ik morgen weer op. Jullie staan op dit moment 11 punten achter op VVV. Dus wil je niet helemaal zuid het oog verliezen, dan zijn de 3 punten gewoon noodzakelijk. Hun hebben natuurlijk deze week, afgelopen dinsdag of maandag, in ieder geval in de laatste fase nog een 1-0 omgebogen in 2-overwinning. Het zal geen gemakkelijk potje worden. Nee, maar wij hebben sowieso op dit moment geen makkelijke potjes. Maar inderdaad, als je echt aan wil haken, dan zijn de 3 punten wel weer heel nodig inderdaad. En ik denk ook dat het mogelijk is. We hebben gewoon kwalitatief gewoon een minimaal evenredige tegenstander als hun. En als zij zijn, zeg maar. Ik ga met heel veel vertrouwen naartoe. Hebben jullie met advocaat al een bepaalde doelstelling afgesproken voor de komende maanden? Nee, niet echt doelstelling, maar dat wij dit seizoen niet als voorbij zien, dat is duidelijk. Wij willen gewoon nog de play-offs halen en daarin gewoon stiekem ons ding doen. En ik denk dat dat ook gewoon haalbaar is, want het gat is niet heel groot en er kan van alles gebeuren in deze competitie. Kiesna is er natuurlijk de laatste wedstrijd niet bij geweest. Mis je hem? Ja, Kiesna mis ik zeker. En hij traint nu weer een ruime week mee met ons. En dan zie je gewoon dat de kwaliteit goed is en dat hij fit is. Ik heb hem nog niet zo fit meegemaakt eigenlijk als hoe ik hem nu rond zie lopen. En dat is natuurlijk mooi. En ik denk dat wij daar nog wel heel veel plezier aan gaan beleven. En hopelijk is hij er morgen al een beetje bij. En dan is die week erop. Ik heb begrepen dat van de week hebben jullie een onderlinge oefenwedstrijd gespeeld. Dat deed hij ook in mee, waarin hij 2 keer scoorde. Dus wat dat betreft, het is een visitekaartje afgereden. Ja, zeker. Maar ik denk dat iedereen erover eens is dat hij kwalitatief ons beter kan maken. En helemaal als hij topfit is. Dus dat is helemaal mooi. Wat is in jouw optiek nu het wezenlijke verschil tussen Kuyt en advocaat? Ja, afgezien van de leeftijd uiteraard. Maar... Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. En elke trainer doet het anders. Dus dat het even ietsjes mee zit nu. Ook tegen Dordrecht dat we winnen, zal het mee. We winnen vlak voor tijd tegen MVV. Dat is fijn en dat brengt gewoon een andere sfeer in de groep. En ik denk dat deze trainer wel gewoon een jongens beter kan maken, zeg maar. Beter kan laten voelen. En dat is wel heel prettig werken met deze trainer.